Goedendag. Het gaat weer mis met scheikunde in het nieuws. Tenminste, in het alternatieve nieuws. Deze keer ethyleenoxide. Dus er zijn filmpjes zijn opgedoken onder van een van de Engelstalige man die een pakje openmaakt met de wattenstaafjes, als het watten zijn. Met daarop de aanduiding dat ze gesteriliseerd zijn met ethyleenoxide. Ja, ik noem dat ethenoxide, want zo ben ik opgeleid als scheikundig ingenieur. EO, mag je ook zeggen. Ethenoxide is een sterilisatiemiddel, een van de vele. Vroeger werd formaldehyde gebruikt. Ze hebben toch liever ethenoxide, zijn ze gaan gebruiken. En nog eerder werkten ze met stoom, of soms met stoom, maar stoom doodt niet alles. En je wil wel dat alles echt steriel is. Anders krijg je donder. Nu is ethenoxide, werd uitgesproken, ja, maar is kankerverwekkend. Dus, even wachten. Dan gaan we even vergelijken met stofjes. Want toevallig heb ik boekjes over hoe gevaarlijk stofjes zijn. Dan gaan we eerst eens even kijken. In Nederland gebruiken we de chemiekaarten. Dan hoor je bij chemicaliën hoor je die erbij te hebben, zodat je even snel kunt zien van oké, waar hebben we mee te maken? Waar moeten we op letten? En dan vergelijk ik in dit boek even ethenoxide. Daar heb je dan een MAC-waarde voor, zo heet dat. Dat is eigenlijk de waarde van hoeveel mag er in de lucht hangen als het een werkplek is voor iemand. En dan zie je voor ethyleen, ze noemen het weer ethyleenoxide, drukhouder, dus een gasfles, maar het is eigenlijk een vloeistof die bij 11 graden kookt. De MAC-waarde in ppm is 50. 50 ppm, dus 5 deeltjes per parts per million is het. Deeltjes per miljoen. Mogen in de lucht hangen en dat is acceptabel. Dat is de grens. Je kunt ook in milligram per kubieke meter en dan is het 90 milligram per kubieke meter. Nou even een stof die we allemaal kennen, want die zit in het gootsteenkastje in die rode flessen. Ammoniak. Dat is ammonia. Ammoniak in water heet ammonia. Daarvoor is de MAC-waarde in ppm is 25. Dat is dus de helft. Dus ethenoxide is dan in die zin 2 keer zo gevaarlijk als ammoniak, waar we regelmatig mee in contact komen. En in milligram per kubieke meter is het 18. En dan hadden we voor ethenoxide hadden we daar 90 voor. Nou, dat kun je wel. Daar is aan berekeningen voor. Daar ga ik nu niet op in. Maar dan heb je een beetje een idee hoe giftig het is. En er zijn veel giftigere stoffen. Maar als we het specifiek hebben over kanker, daar gaat het nu om. Dan pak ik liever dit boekje erbij. Een Amerikaans boekje over vergiftigingen. Ik noem de Olsen. Poisoning and Drug Overdose. Een boekje wat ik als student heb gekocht, omdat ik gewoon meer wilde weten van, ja, wij werken wel met allemaal chemicaliën of we schrijven erover, doen berekeningen erop, maar wat gebeurt er nou als je het een keer binnenkrijgt? Dus daar heb ik meer boekjes over verzameld in de loop der tijd. Dit is een van mijn favoriete boekjes, want het geeft je ook antwoord op de vraag van arbeidshygiëne, waar heb je mee te maken? Nou, dat is leuk. Dan gaan we kijken bij ethyleenoxide. Dan is er een rangorde voor wat de potentie is. Dus de kracht als kankerverwekkend middel. Hoe erg is dat? Waarbij op nummer 1 staat een stof die heet TCDD. Dat is tetrachlordibenzodioxine. En dat wordt in de volksmond, of in de pers beter gezegd, wordt het vaak afgekort als dioxine. Maar het gaat nou net om die tetrachlor. Dat is het gedonder. Maar die wordt er dan even afgesloopt, omdat het anders een te moeilijk woord wordt voor de mensen thuis.
Dat kan ik niet uitstaan. Omdat dioxine gewoon bij een gemiddeld kampvuurtje dus ontstaat. En dat heb ik weer eens gelezen in een PR-boekje van een of andere chemicaliënproducent. Die zei van, oh, maar dioxine ontstaat gewoon bij een kampvuurtje ook hoor. Stond er gewoon in hun brochure, omdat het allemaal zo versimpeld moet worden. Dus laten we daar nou eens mee ophouden. En laten we verdomd nou eens een keertje een scheikundige of een scheikundig ingenieur zoals ik zelf even raadplegen voordat we gaan schrijven over scheikunde. Om niet als een soort maloot over te komen. Zoals nu weer gaande is. En als je voor lul wil staan, ga dat verhaal vooral herhalen. Ja? Nog een keer. Dus TCDD staat op de eerste plaats qua kankerverwekkend. Dan gaan we naar ethyleenoxide. Die heeft daar rangorde 7. 7. Dan gaan we naar een andere stof die we in het dagelijks leven best vaak tegenkomen. Formaldehyde. Voor de goede orde. Formaldehyde kom je tegen in het campingservies. Dus de bordjes, de bekertjes van onbreekbaar kunststof. Die wel stug zijn. Je komt het tegen in spaanplaat. Dus een heleboel meubeltjes, er zit een leuk fineerlaagje overheen. Daarachter zit spaanplaat. Dus ga daar niet je kinderkamer mee volhangen. Dat is niet goed voor je kindje. Het komt op een heleboel plekken voor, formaldehyde. Daar hoeven we ook niet hysterisch over te doen. Maar waar ethyleenoxide op de 7e plaats staat, is formaldehyde op de 6e plaats. Dus dat wordt beschouwd als erger. En formaldehyde is ook een middel wat gebruikt wordt voor ontsmetting. Sterk water. Misschien herinner je het museum wel, Boerhaven in Leiden, waar dan flessen met organen staan of embryo's van mislukte kinderen in een vloeistof. Die vloeistof, dat heet sterk water, want alles wat je daarin stopt gaat dood. En dat is het doel van een sterilisatiemiddel. Dat is het. Dus doe me een lol. De eerste volgende keer dat je met dit soort informatie wordt geconfronteerd, ga even iets opzoeken op Wikipedia voor mijn part. Dat zal in dit geval redelijk betrouwbaar zijn. Er zijn andere bronnen ook. Of bel eens een scheikundige, een toxicoloog of iemand zoals ik zelf, een scheikundig ingenieur, chemisch technoloog. Ja? Dat was het.